Roosie, je pakt die sprinters trui hier voor die tussensprints onderweg, maar dat was spannend of niet? Ja, we hadden evenveel punten uiteindelijk. De eerste sprint had ik een beetje verpest, maar ik werd derde in die sprint. Ik dacht als ik hem nu win en die anderen worden 2 en 3 in dezelfde volgorde als net andersom als de vorige sprint, dan heb ik nog kans om die trui te pakken. Ja, rij je daar ook echt op als je in zo'n kopgroep komt te zitten? Ja, één man sprint er niet mee, maar ik had het er wel op gezet, zeg maar. Ja. Want van tevoren weet je, als je wegrijdt, dat je wel voor die tussensprints kunt gaan, dat je dan nog iets aan over hebt. Ja, en tussen de World Tour teams is dit het moment om je te laten zien. Ja, dat ook. Als je hier goed rijdt, dan kun je wel laten zien dat je het kan, zeg maar. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe met gisteren de proloog en vandaag de etappe? Ja, de proloog was niet zo heel speciaal. Dat was maar een matige proloog, vond ik zelf. Maar vandaag beviel het goed, het ging goed en in het begin reden we nog met een mooi groepje weg, dus dan wel een mooi dagje. Ja, nu heb je die witte trui, ga je die ook verdedigen? Ik moet even zien, als ik morgen in vroege vlucht zit, dan denk ik, ja, daar ga ik er natuurlijk voor. Als ik er niet in weet te komen, dan wordt het toch lastig, denk ik.